Welkom bij Spakenburg Nu, waarin wij de volgende onderwerpen voor u belichten. Diamantenpaar, opvoedtip, fancy fair op BBBB, cultuur in de week. Heeft u een stoma? Wilt u graag horen waar u rekening mee moet houden als u op vakantie gaat? Of wilt u eens met 40-plussers onder elkaar praten over ervaringen, zoals relaties, kinderen, sociale acceptatie of werk? Meedoen aan het speciale jongerenprogramma? Het kan allemaal op 1 juni tijdens de Landelijke Dag van de Nederlandse Stoma-vereniging in Leiden. Gratis deelnemen? Meld u snel aan, want vol is vol. De programmering is dit jaar heel divers. Er zijn workshops over een darmstoma, over het hebben van 2 stoma's en voor partners van stomadragers. Daarnaast is er aandacht voor het thema Erop uit. Het bundelen van ervaringen van stomadragers en tijdens een speciale bijeenkomst wordt de betekenis van de stoma zorgwijzer uiteengezet. Er zijn meerdere standhouders met stomamaterialen en er is een inloopspreekuur van stomaverpleegkundigen. Jongeren hebben een eigen programma waarin de vraag centraal staat: hoe doe je dat nou, leven met een stoma? De Landelijke Dag vindt plaats in het LUMC in Leiden. Albinusdreef 2. De zaal is open vanaf 10:30 en de dag wordt om 16:00 afgesloten. Kijk voor meer informatie op www.stomavereniging.nl. Op 17 mei bezochten wij opnieuw een diamantenpaar. In de Colijnstraat woonden de heer en mevrouw Koelewijn verder en Marianne sprak met hen vlak voordat het burgemeesters-echtpaar een bezoek bracht. Waar jullie elkaar leren kennen? Nou, van de schoolbanken af. We kenden elkaar al toen we leven. Niet op de meiden, maar. En we ook wel eens over je. Maar toen kenden we elkaar al, hoor. En hier in Spakenburg hebben we elkaar ontdekt. Ruiken aan elkaar. Weet jullie nog wat voor weer het was toen jullie trouwden? Dan gewoon. 19 mei was het, ja, het was wel mooi weer, denk ik, ja. Ja, man, dat vergeet ik ook helemaal. En hoeveel kinderen hebben jullie? Drie. Ook al kleinkinderen? Ja. Achterkleinkinderen? Drie. Ook al achterkleinkinderen? Drie achterkleinkinderen, ja. En wat hebben jullie vroeger verwaren gedaan? Nou, ik had niet mijn vader. In de december. En later ben ik van mijn eigen woning. Op de markt. Ja. Ging je dan ook mee? Ja, iedere dag. Maar ja, we gingen altijd aan de markt en mijn zuster passen op de kinderen. En hoe is het met de gezondheid? Ja, met mijn gaat nog wel goed. Met mij was het niet best. Ik heb kanker gehad op mijn stemband. Daar praat ik ook een beetje raar. En hoe gaat het nu? Nou, ik ben om 80. Oh, dat zou je niet zeggen. Dat zou je zijn tuin. De ene keer gaat het goed en de andere keer is hij hier aardig ziek. Ja. Wat is het geheim van zo'n lang huwelijk? Ja, jongens, het gaat prima. Je naam is wat. Maar zou het niet goed wezen? En de volgende vraag stellen we ook altijd tegenwoordig. Waarom zouden zoveel huwelijken in deze tegenwoordige tijd kapot gaan? Dat ze te veel feesten. En uitgaan. En dan vergeten ze de maan. Hebben jullie ook bepaalde liefhebberijen? Nee, ik ben altijd in huis. Ik kom dan één buiten frietjes, boosje bedoelen, zonder naar elkaar. En een beetje poetsen. Ja, dat is mijn hobby. Ik heb geen hobby's. Nee. Een mooie voetbalclub. Ja. Dat doe ik bij de heroïne. Bij de heroïne. Gaan jullie nog een feest geven? Ja, we gaan met het gezin en de kinderen en daar de kleinkinderen eten. Hebt u vorig jaar een leuke vakantiefilm gemaakt? Wilt u meer mensen mee laten genieten? Dat kan. Wij geven u de mogelijkheid uw gemonteerde film bij de LOS uit te zenden. U kunt ook zelf in de studio komen om de film toe te lichten.
Zo zijn er vast meer mensen die in verre streken zoveel moois en bijzonders zien en filmen, dat eigenlijk door meerdere bekeken zou moeten worden. Enthousiast geworden? En wilt u uw filmpje ook laten zien? Bel naar 298-7171 of e-mail naar rtv@omroepspakenburg.nl. Opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. En dan denk ik niet eens aan echte problemen. Opvoeden brengt dagelijks vragen met zich mee. Elke maand is Iris IJzendoorn van het CJG in de studio. Zij maakt ons blij met een opvoedtip. Iris IJzendoorn, opvoedondersteuner bij het CJG. De tip van de maand, wat heb je vandaag voor ons? De tip van de maand is, wees duidelijk naar wat je van je kind verwacht. Maar wat bedoel je nou precies met duidelijkheid? Kinderen die vinden het heel prettig dat je heel concreet en heel duidelijk benoemt wat je van ze, welk gedrag je van ze verwacht. Bijvoorbeeld als we in de supermarkt lopen. Wij ouders zijn geneigd om te vragen, nou, wat zullen we gaan eten vanavond? Nou, het kind ziet heel veel spullen, heel veel eten, heel veel drinken. Die kan zo'n keuze helemaal niet maken. Die zegt dan waarschijnlijk gewoon patat. Pannenkoeken. Of pannenkoeken, ja. Maar dat wil je dan eigenlijk als ouder helemaal niet. Je wil iets gezonds vanavond. Dus wat je dan kan doen is bijvoorbeeld twee keuzes voorleggen. Misschien wil je wel pasta eten of aardappelen. En dan vraag je een kind, wil je aardappelen of pasta vanavond? En dan kan die keuze wel gemaakt worden door een kind. Ja, je bedoelt daar gewoon mee dat het kind het prettig vindt om te overzien waar het uit kan kiezen. Ja, zeker. Hoe ben jij daarachter gekomen? Door ervaring. Door wat ik van ouders terughoor in mijn werk. Dat kinderen in de war raken als ze een veel te brede keus krijgen. Het supermarktverhaal is een bekende. Maar bijvoorbeeld ook als je weg wilt en de kinderen die hebben hun jas nog niet aan. Dan stellen ze wel eens een vraag van, wil je je jas even aandoen? Nou, dan krijgt een kind eigenlijk al de mogelijkheid om ja of nee te zeggen. Maar als ouder weet je wel heel goed wat je wil. Je wil dat het kind zijn jas aandoet. Dus wat je dan heel goed kan zeggen is, ik wil dat je nu je jas aandoet. Ja, maar dat klinkt veel onvriendelijker. Ja, het klinkt onvriendelijk. Ouders vinden het, die denken dan misschien dat ze te streng zijn. Maar probeer het maar eens en kijk hoe het kind reageert. Meestal reageert het kind daar veel sneller op en luistert daar beter naar dan dat je hem de keus laat. Ik kan het nog verder uitbouwen. Je zegt niet van, willen jullie nu aan tafel komen, maar we gaan nu aan tafel. Ja, zeker met die vaste terugkerende situaties waar je als ouder heel duidelijk weet wat je wilt. Je wil, ja, misschien heb je een vaste etenstijd, om 17:30 gaan we eten. Dat wil je als ouder, dat vind je prettig, die structuur. Daar heeft een kind zich dan naar te voegen. Ja. En een kind vindt dat ook prettig. Het kind vindt veel keuzes, vaak voelt hij zich niet fijn bij. Dat dus kunnen ze gewoon nog niet. Nee, kunnen ze niet overzien. Nee, dus als je een cadeautje in een winkel wilt uitzoeken, niet zeggen van zoek maar iets uit, maar noem een paar mogelijkheden. Ja, laat je bijvoorbeeld een schap zien, van, nou, tussen dat en dat en dat mag je kiezen. Welke vind je het leukst? Maar hoe voelt het kind zich dan? Dat is toch beperkt? Ik zie dat niet. Ik zie niet aan een kind dat hij dat onprettig vindt. Ik denk juist dat hij het prettig vindt, omdat hij dan het wel kan overzien. Dat het dan duidelijkheid krijgt van oké, dat is de grens. Hoe beoordeel jij dat als pedagoog? Hoe zit dat? Dat kun je alleen al aan de uitdrukking zien van het kind. Die wordt daar rustig van. Een kind wordt juist heel onrustig als hij een veel te brede keus krijgt. Dan worden ze druk of ze worden vervelend of ze gaan jennen. Ja, dus de tip van deze maand is zo duidelijk als wat. Bied duidelijkheid aan je kind. Juist. Ja. Dankjewel Iris. Ja. Voor mij ook weer extra duidelijkheid. Okay. Op zaterdag 25 mei staat de Dorpsstraat in Bunschoten weer in het teken van de jaarlijkse Bunschoter Boeren en Beestenboel, de BBBB. Van 10:00 tot 17:00 worden er tal van evenementen en activiteiten georganiseerd die te maken hebben met het van oorsprong agrarische karakter van Bunschoten. Het hart van het evenement is de markt met een keur aan bijzondere producten en oude ambachten. Tussen de kramen zijn preuverieën waar oude Bunschoten gerechten verkrijgbaar zijn. Een bijzonder element is de zogenaamde ganzenfanfare.
een stoet ganzen die in de ganzenmars door de dorpsstraat paradeert. Natuurlijk ontbreken de oude trekkers niet. Met medewerking van de ouderwijze trekkerclub Bunschoten rijden er weer tientallen oude trekkers rond. In Korenmolen De Hoop zijn broodbakdemonstraties. Een echte docent broodbakken, plaatsgenoot Henk Bol, laat zien hoe het bakken van brood in zijn werk gaat. Een publiekstrekker is een oude DAF-vrachtwagen vol met melkbussen. Bij de molen is op vrijdagavond 24 mei ook het startpunt van een mooie fietstocht door de bebouwde kom van Bunschoten-Sprakenburg en de polder. Daarbij worden ook enkele boerderijen aangedaan en geeft het IVN informatie over de natuur. De start is tussen 5:30 en 7:30. En er zijn ook elk jaar weer nieuwe evenementen. Dit jaar heeft de familie van Halteren een fancy fair georganiseerd. Tini van Halteren is hier samen met Jan-Jaap Goudsbloem. Stichting Altijd Genoeg, wat houdt dat in? Stichting Altijd Genoeg is een stichting die ik opgezet heb met Esther, mijn vrouw. En wij werken onder straatmoeders en straatkinderen en straatjongens in Nairobi, in Kenia. En we hebben een visie om hun te helpen. Eerst een reikende hand te reiken, zeg maar, een hand uit te steken van oké, waar zijn jullie noden, wie zijn jullie? En we willen eigenlijk hoop zaaien in hun leven en vertrouwen en relatie bouwen. En dat hebben we gedaan. En nu kijken we van hé, wat kunnen we verder doen met ze om hun leven weer toekomst te geven en niet in het straatleven achter zich te laten. Je bent nou in Nederland. Je bent net gestopt met rillen. Nou ja, het is een beetje fris, hè? Ja. Ja, hoe lang zijn jullie hier? Nu in Nederland. Ja? 4 maanden, tot we weer teruggaan. En hoe is dat voor je? Dat is altijd een reverse culture shock, zoals ze dat netjes noemen. Maar goed, dat gaat een beetje met golfbewegingen. In het begin heb je de euforie dat je al je vrienden en familie weer ziet en dat het allemaal, alle dingen als gas, water, licht, dat die vanzelfsprekend zijn. Ja. Maar nou ja, goed, dan kom je na een bepaalde tijd weer in de normale structuur en de maatschappij. En dan denk je, hey, het gaat ook prima, maar je moet ook je focus wel houden op waarmee je bezig bent. En dat ligt toch echt in Afrika. Ja, toch weer naar Nairobi terug zometeen. Ja. Ik ga even naar je buurvrouw. Hoe ben jij in contact gekomen met deze stichting? Via Jaap en Maria Goudsbloem, die beide lid zijn van Ozanna. Zo ben ik bij ze terechtgekomen. Ja. En er gaat iets heel bijzonders gebeuren met de boerenbeesten, ja. Boel. Vertel eens. Er gaat een fancy fair plaatsvinden bij mij op Dorpsstraat 142. En met toestemming van de gemeente Bunschoten. En wij zullen daar ook een kopje koffie serveren. En mijn man Tijmen, die ook bij iedereen wel bekend is, denk ik, gaat een visje bakken. En dan kunnen mensen ook een broodje eten met een gebakken visje bij ons. En alles wordt gesponsord. En elke euro komt ten goede aan de stichting. En dat vind ik heel belangrijk. Vertelde ze stralend, ja. En jij zit er ook stralend bij te kijken. Ja. Ik vind dat wel leuk. Hoe is dat voor jou dat mensen zo achter jullie staan? Altijd bemoedigend en dankbaar. Want uiteindelijk ben je als stichting afhankelijk van de goodwill van andere mensen. Nou, en die goodwill die is er wel. Ja. En die goodwill is er. Ja. En het is fantastisch om zo bemoedigd te worden. En gefaciliteerd te worden om het werk ook daadwerkelijk te kunnen doen. Ja, dus ik voel me heel gezegend en ik ben heel dankbaar. Ja. Ook namens de straatmensen in Nairobi. Ja, want hoe gaat het? Ja, het gaat goed. We hebben zeg maar door de tijd heen, want ik denk dat we 3 jaar nu bezig zijn. Dat we een team hebben met 5 Keniaanse mensen, lokale mensen. En we hebben een partnerschap opgebouwd met een Keniaanse kerk die heel veel mandaat geeft. Waardoor we heel veel, ik zou het bijna zeggen, een afzetmarkt hebben. Ja. Waarin als de vrouwen of jongens een positie nodig hebben. Of een plek nodig hebben waar ze zeg maar een stap in de goede richting kunnen maken. Qua werk of qua scholing of qua rehabilitatie. Dan zijn er heel veel mogelijkheden die ik als buitenlander nooit zou kunnen creëren. En dat is ook hetgene wat we heel graag
zien en mensen daarvoor aanmoedigen. Het moet een plaatselijk geheel worden. Het moet niet een buitenlander die daar maar steeds aan het vechten is. Het moet plaatselijk worden. Ja, we willen graag dat de lokale mensen omkijken naar hun naasten. Ja. En dan zeggen van oké, we willen jou die mogelijkheid geven om dat te doen. En voor ons is het even de eerste drempel. Omdat ze in zo'n belabberde situatie zitten, dat mensen allemaal er liever langslopen en op spugen dan, dan zeggen van nou, kom jij maar even in mijn bedrijf een veegbaantje of een koffiebaantje krijgen. Ja, er moet een krijgen. Stap tussen zitten, ja. Er zit een stap tussen, waarin we eerst die mensen weer zelfvertrouwen geven of laten afkicken van de drugs en meer inzicht krijgen in hun sociale vaardigheden of praktische vaardigheden leren. En dan is ons netwerk dat wij ze zeg maar refereren met een goede referentie, zeg maar zeggen van hey, zoek jij nog iemand voor dit of heb je nog een plekje voor dat? En dan kunnen we die jongens of vrouwen een plekje geven. Heerlijk. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen, Tini, dat je daar enthousiast over bent en je graag ervoor inzet. Ja. Je zit een beetje buiten de route van de boerenbeestenboel. Ja. Hoe heb je dat? Hoe moeten de mensen weten dat ze bij jou terecht kunnen komen? Nou, via dit programma. Via een persbericht in de Bunschoten. En wij hebben spandoeken in de Dorpsstraat hangen. Okay. Er is iemand die aan het begin van de Dorpsstraat flyers uitdeelt. Ik heb het zelf ook al op mijn koor verteld en aan familie en kennissen. En dat doen Jaap en Maria dus ook allemaal. Ik denk dat bijna het hele dorp al wel weet dat dit gaat gebeuren. En dan wil ik vanuit hier ook iedereen oproepen. Kom alsjeblieft bij ons langs. Gezellig kopje koffie drinken. Gezellig wat eten bij ons. Iets kopen bij ons. Ja. Ja, we hebben echt hele mooie dingen. Ik heb ook quilten weer te koop hangen. Dus dat kan ook nog gebeuren. En dat gaat als een trein die verkoop van de quilten. Dat gaat echt heel goed. En dat gaat ook allemaal naar de stichting? Alles gaat naar de stichting. Komt geen dubbeltje in mijn eigen zak terecht. En ook niet bij Jaap en Maria. Het gaat allemaal naar de stichting. En ook de mensen die meewerken. Alles werkt pro deo. Wat ik nou zo mooi vind aan hun werk, dat is dat ze het evangelie brengen. En dat is juist wat we allemaal nodig hebben. Of we nu in Nairobi wonen, of dat we nou in Bunschoten-Spakenburg zijn. De Heer Jezus Christus hebben we nodig. En we hebben pas Pinksteren gevierd, dat wil ik er nog even bij zeggen. De Heilige Geest die uitgestort is. Bid allemaal om die geest, want het is zo belangrijk. Dat wil ik u meegeven. En jij zit erbij te stralen, want jullie beginnen met de daad. Ja. En het woord volgt. Ja. Zo is het. Nog even praktisch, kun je nog spulletjes gebruiken? Ja. Kunnen tot vrijdag bij mij inleveren allerlei, wat nog goed is, verkoopbaar is natuurlijk. En behalve kleren, daar beginnen we niet aan. Tini, waarom moet iedereen komen? Omdat het zo belangrijk is dat wij veel geld ophalen voor de stichting. En alles wat daar gebeurt, wordt vrijwillig gedaan door vrijwilligers, pro deo. En iedereen die komt en daar een euro besteedt, die euro gaat in zijn geheel naar de stichting altijd genoeg. Dus ik wil graag dat het hele dorp met grote getalen komt. Ik wens jullie Godzegen toe. Jullie op je werk en jullie op je meewerken. Dankjewel. April was een zeer slechte maand voor de huizenmarkt in de provincie Utrecht. Nergens kelderde de verkoop van woningen zo fors, blijkt uit de gegevens van het kadaster. De neergang gold voor alle woningtypen, maar voor hoekhuizen in het bijzonder. In totaal zijn in Nederland in april 6.554 woningen verkocht, een daling met 20,4% ten opzichte van april 2012. Helaas zijn er vele mensen die te kampen hebben met een eetstoornis, bijvoorbeeld anorexia nervosa. Anorexia-patiënten kunnen zich nu laten behandelen door deskundigen die zelf ook een eetstoornis hebben gehad. De stichting Human Concern is succesvol met deze nieuwe behandelmethode en opende recent vestigingen in Utrecht en Soest. Ervaringsdeskundigen zouden volgens de stichting als geen ander kunnen laten zien dat de aandoening echt te genezen is. Een van de therapeuten zei vorige week in U Vandaag dat het daarbij belangrijk is dat patiënten in hun eigen omgeving worden behandeld. Volgens de therapeuten maken steeds meer patiënten gebruik van een nieuwe behandeling. Bij Human Concern wordt gewerkt aan de symptomen van een eetstoornis, maar vooral van de onderliggende problematiek.
Meer informatie www.humanconcern.nl. Er zijn mensen die zeer geboeid zijn door het heelal, sterren en andere hemellichamen. Bent u zo iemand? Dan is dit misschien iets voor u. Wetenschapsjournalist Govert Schilling verzorgt komend najaar in september en oktober in Amersfoort een inleidende cursus sterrenkunde. Amersfoorter Schilling heeft op het gebied van sterrenkunde en ruimteonderzoek in binnen- en buitenland een goede reputatie. Over deze onderwerpen zijn vele boeken van zijn hand verschenen. De cursus in Zalencentrum de Amershof bestaat uit 6 bijeenkomsten met elk een eigen thema, variërend van sterrenkunde als wetenschap en de sterrenhemel tot het zonnestelsel en het heelal. Elke cursus bijeenkomst duurt van 8 tot 10 uur. Vooraf aanmelden is vereist. Aan deelname zijn kosten verbonden. Meer informatie vindt u op allesoversterrenkunde.nl. Bij het kopen of verkopen van een bedrijf komt veel kijken. Een goede voorbereiding is het halve werk en vergroot de kans op succes. De Kamers van Koophandel Gooi, Eem en Flevoland en Midden-Nederland houden daarom op maandag 27 mei de overnamedag in Amersfoort. Kopers en verkopers van bedrijven komen in aanraking met alle aspecten die horen bij de overname of overdracht van een bedrijf. De overnamedag brengt potentiële verkopers en kopers van bedrijven op een laagdrempelige manier samen. Het hele traject van overname en overdracht wordt belicht. Tijdens ronde tafelgesprekken beantwoorden specialisten en adviseurs vragen van ondernemers. Na afloop is er gelegenheid tot netwerken. De overnamedag is op maandag 27 mei bij Ondernemersplaza, Printerweg 6 in Amersfoort, van 17:15 tot 10 uur. Deelname is kosteloos. Meer informatie en eventueel aanmelden via www.kvk.nl/overnamedagen. Het vreemde verhaal. Een vlucht van Air India met 135 passagiers aan boord is gedwongen tot een noodlanding nadat de piloot zichzelf had buitengesloten uit de cockpit tijdens een plaspauze. Wat de man ook probeerde, een geblokkeerde deur verhinderde hem de toegang tot de cockpit. Alle pogingen om de deur te openen, ook van binnenuit door de co-piloot, mislukten. Toen de passagiers opmerkten dat de commandant zich buiten de cockpit bevond, brak er paniek uit aan boord. Er zat niets anders op dan de vlucht A1403 die op weg was van Delhi naar Bangalore te laten landen in Bhopal. Nadat de co-piloot daarvoor groen licht kreeg van de verkeersleiding, zette hij het toestel veilig aan de grond. Onderhoudsmonteurs slaagden erin om de deur te ontgrendelen. Na een tussenstop van maar liefst 3 uur kon het vliegtuig zijn reis voortzetten. Onze cultuurcoördinator heeft veel in beweging gebracht op het gebied van cultuur. Zo herinnert u zich vast nog wel de succesvolle kunstroute. Er bleken veel meer kunstenaars te zijn dan we ooit vermoed hadden. Aafje Hunink is hier. Aafje, Cultuur in de Week, wat is dat? Cultuur in de Week is een nieuw project wat tussen 25 mei en 8 juni hier in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk natuurlijk, gaat plaatsvinden. En tijdens Cultuur in de Week is het de bedoeling dat je de kunst kan beleven en je passie kan ontdekken. Dat is ook de slogan van het festival, zoals ik het dan nu even noem. En we organiseren dit eigenlijk om mensen kennis te kunnen laten maken met alle soorten van kunst die hier te vinden zijn. En hoe kunnen ze daar kennis mee maken? Nou, we hebben heel veel activiteiten georganiseerd samen met alle mensen die dus workshops geven of een locatie in de aanbieding hebben of wat dan ook. Dus er zijn workshops voor kinderen, voor jongeren, voor volwassenen. Er is een inloopatelier. Er is de dag van de mooiste krablab in het museum. Band in the Day was vorig jaar een heel groot succes. Dat gaan we weer herhalen. Ja, leuk. Ja, er komt een cultureel café. Er zijn projecten op locatie. Zoals op de basisscholen, muziek in de school, wat we vorig jaar ook gedaan hebben. In het Oostwende wordt er speciale aandacht besteed aan creativiteit. En ook bij de Sprank, Stichting de Sprank. En er zijn exposities. En we hebben ook nog een hele grote workshopcarousel georganiseerd. Dus echt van allerlei activiteiten, waardoor iedereen kan komen kijken of kan meedoen. En zo de kunst kan ontdekken. Ja, je zegt het al een beetje misschien, de kunst kan ontdekken. Wat is nou precies de reden waarom dit georganiseerd wordt?
Nou, de precieze reden is eigenlijk dat we het leuk zouden vinden als nog meer mensen bijvoorbeeld een cursus schilderen gaan doen. Of dat ze in kunst gaan participeren, zoals wij dat dan noemen. En hun passie ontdekken. Ja, hun passie ontdekken en daarmee eigenlijk een hobby kunnen, of een uitlaatklep kunnen ontdekken voor creativiteit. En het idee is dat nog veel meer mensen hier dat zouden kunnen gaan doen. En daarom organiseren we die open dagen en workshops waarin iedereen kan kennismaken. Leuk. Ik pik er eentje uit, de dag van de mooiste krablab. Ja. Hoe zit dat? Pak het er even bij. De dag van de mooiste krablab is in Museum Spakenburg op 30 mei. En de bedoeling is dat mensen die in de dracht nog lopen, dat die naar het museum komen met hun mooiste krablab aan. En dat ze dan in het museum kunnen vertellen over waarom dat hun mooiste krablab is. Het verhaal achter die krablab. En dat willen we dan vastleggen voor toekomstige generaties. Want het is natuurlijk een uitstervend... Jammer hè? Uitstervend iets, ja. Dus, en daarnaast, als je daarheen komt, kan je ook gratis de tentoonstelling bezoeken. En dat heet Stof tot Nadenken. En dat gaat ook over de klederdracht. Dus dat is een hele mooie verbinding die daar gelegd wordt. Jawel, want aan die stofjes zit soms ook een heel verhaal vast. Ja. En krablappen zijn soms ook van allerlei stofjes aan elkaar gezet, hè? Ja. En juist die verhalen, die willen we graag vastleggen. Nu het nog kan. Ja, heel mooi. Ja. Ik merk aan je dat je Spakenburg toch wel fascinerend vindt. De vraag aan jou, wat vind je van Spakenburg als cultuurcoördinator? Nou, het is een ontzettend leuk dorp om te mogen werken. Een tijdje terug heb ik een magazine uitgegeven over alles wat we hier gedaan hebben. Daar heb ik het voorwoord van geschreven. En daar ging ik natuurlijk ook nadenken over wat zal ik daarin zetten. En dat gaat toch wel over mijn ervaring die ik hier heb opgedaan. Als mensen die gewoon aan de slag gaan en de schouders eronder zetten. Weinig vergaderen, meteen beginnen. En dat is natuurlijk heel leuk als je dingen voor elkaar wil krijgen. Hè? Dat je dat gezamenlijk met elkaar kan doen. Dat er veel mensen zijn die vrijwilligerswerk willen doen. Een hele actieve bevolking. Dat is natuurlijk heel leuk. Ja. Leuk is misschien ook wel een aanloopje naar de workshop carousel. Wat houdt dat precies in? Nou, we waren bezig met een evaluatie van de kunstroute. En toen kwam Henriette Breelman met het idee om een workshop carousel te organiseren. Waarbij kunstenaars allemaal kunnen laten zien wat ze kunnen in een korte workshop. En dat mensen daarop af kunnen komen. Nou, ik zei, we sturen een mail, we gaan kijken wie eraan mee willen doen. En er kwamen heel veel reacties op. Op dit moment zijn er 21 workshops gepland op 1 juni. Ja, in allerlei verschillende disciplines. Dus we hebben muziek, theater, zingen, schrijven, beeldhouden, schilderen. En dan niet alleen abstract schilderen, we hebben realistisch schilderen. We hebben schilderen met een Bijbels thema. Dus dat zijn verschillende richtingen van het schilderen eigenlijk die je daar kan doen die middag. We hebben ook glassieraden maken, boetseren, theater maken. Echt van alles en nog wat kan je daar doen op 1 juni. Dus. En hoe moet je daaraan meedoen? Loop je zo binnen of moet je je opgeven? Wat kost het? Voor alle workshops is het een beetje verschillend. Maar voor 1 juni is het handigst als je je aanmeldt via het e-mailadres. Wat ook in de Bunschoter zal staan morgen, woensdag. Je kan ook binnenlopen als je niet hebt opgegeven. Maar de kans is er dan dat de workshop al vol zit. En dat geldt eigenlijk voor de meeste activiteiten die er georganiseerd worden. Dus bijna overal kan je spontaan aankomen waaien. En dat willen we ook aanmoedigen. Maar als er beperkte plaats is, dan zijn de mensen die zich hebben aangemeld eerst. Ja, dat is logisch. Ja. Dus je kunt het altijd nog proberen en ga even kijken. Ja. Maar als je zeker wilt zijn, meld je aan. Absoluut, ja. Ik wens jullie fantastische dagen. Dank je wel. Dit was weer Spakenburg Nu. Waarin wij u weer een heleboel informatie aanleverden. Ook uw nieuws is altijd welkom op telefoonnummer 298-7171 of per e-mail rtv@omroepspakenburg.nl. Vrijdagavond zijn we er weer en daarvoor kunt u kijken naar Politiek met Hille, waarin hij Andries Nicolai van de ChristenUnie ontvangt en daarna Los Sportcafé. Tot vrijdag!